Terwijl ik hier sta, groet ik de rijstaren die heen en weer wiegen in de wind. En ik vorm ze om tot een enorme mensenmassa met een gele huid het volk. Ze zijn talrijk, staan dicht op elkaar gepakt. Nadat de rijstaren het volk geworden zijn, zal het niet lang duren voor de dag komt waarop de aaren en het volk een sikkel kussen. Het blikkerend zilveren lemmer wordt dan brutaal en vreed getest. Of iemand zijn hoofd kwijtraakt of zijn doctrine als fout wordt bestempeld, is totaal onbelangrijk. Afhakken van een mensenhoofd of afsnijden van rijstaren is een onontkoombaar lot, want daar gaat het om. Hoe dan ook. Netjes door midden gehakt of gesneden. Dood is dood als de oogst van de revolutie binnengehaald is. Wie van de zoveel aren durft nog nee te roepen? Wie van de zoveel mensen durft nog onrecht te schreeuwen?